Jongens van YouTubers en welkom weer in Europa Park. Ja, welkom terug. En we staan hier in IJsland. Voorlopig is hier de spouw. Voor een dag waarschijnlijk. Maar we zijn hier voor de opening van een topattractie, namelijk de Wodan. Wodan. Jeboa. Ah, hier is die. De houten broeder. Ja. Yo, Gypsy in the house. Woo! Allemaal ballonnen nog altijd. Nog altijd van die verjaardag bijzig. Tenminste, die dat podium met mij al die. Mijn vijfjarig bestaan staat er nog altijd. Terwijl ondertussen wel zo'n maand geleden is, de verjaardag. Inderdaad, broeders van Kanaal Eagle Jumers. We gaan ze beet nog eens een keer rondkijken in het park, want Eurostad heeft ook een beetje een opknapbeurt gekregen. We zijn ook eens zien in een paar andere attracties. Dus ja, inderdaad, mensen. Of vooral, zeg jongen, hoe ver is dat lopen, jong? Daar is het, man. Welkom bij WoW dan. Ondertussen hoor ik geen muziek. Het sukt weer, maar ik plak wel iets. Kalm jongen, ik ben achter iets. Jong. O ja, check die. Check die poort. Ja, ik ben er nog niet, hè. Gewoon een kut poort. Oké, we gaan verder. Welkom bij Wodan. Hier het. Die is gemaakt bij Fast Rides. Dat was de kut attractie geweest. Deze is veel te goed ervoor. Ja, dit is wel jammer. Ik ben curieus naar die wachtrij, want het dicht. Ik vind dit wel een van de best getimede attracties van Europa Park. Ja. Jammer dat het nog weer past. Ja, dat weet ik, jong. Pegasus is beter. Het is ook de beste houten achtbaan die ik al heb gedaan. Oh! Wodan, made by Fast Rides. Oh ja, check dat. Wat? Oh ja! Hier, dat zijn ook dingen dat ze in de wachtruimen staan. Zo van. Oh shit. Maar het is wel donker, ik zie geen brokkenklaat, jongen. Ja, ik ook niet. Oké, we zijn al binnen. Ja, een stuk overgeslagen, was ook nog een buitenstukje of zo. Gelukkig dat we dat niet gedaan hebben. Ja, maar met zo'n een god die half-half is. Ah nee, we zijn nog buiten. Hier hebben we een winkel. Oh, jongen. Hier hebben we een winkel. En hier ook, er zijn ook wc's hier in de wachtrij. Dit is de eerste attractie met een wc in de wachtrij. Haha, what the fuck. Mensen, jammer dat dit weer verzonnen is. Ze hebben ook heel veel stenen in de wachtrij staan. Met allemaal informatie erop. Ah, nu gaan we echt. Een kutwachtrij, jongen. Nu gaan we echt de wachtrij in. Wacht even, ik moet echt mijn shaders even uitzetten, mensen. Sorry. Zin. Het is trouwens ook donker buiten, dat is ook weer iets. Ja, ik denk mensen, het kan eagletjes. Okay, let's go. Kalm jongen, ik ben er nog niet, hè? Ja, ik ook niet. Ah, hier. Oké, dit zijn de ijs, de watergoden. Waar zeg je al? Ik ben achter u, hè. Je moet niet. Ah, hier hebben we de vuurgoden. Echt een prachtig afgewerkte wachtrij. Hier is de slang, maar ja, die is er niet, maar die is er wel. Hij is die draak. Stinkertje. Ah, de. De hamer van Thor. Oh, ik ben in het station, Droes. Want dat is een geheim. Ah, hier hebben we de Fontein van Wijsheid. Dat is een geheim, want eerst wou Europa Park deze achtbaan dinges noemen. Thor. Maar omwille van de populaire. Check die trein. Maar vanwege de populaire film mochten ze de naam dus niet gebruiken. Jammer dat je er nog niet is, mensen. Ik ben er wel, man. Ja, ik ben het wel te bij het station, hè, maar waar blijft die droog? Ah, daar is hij mee! Ik ga achterin. Kom van voor, jong. Achterin. Van voor, hè. Het is maar verstaan tegen de muur, joh. Oké, zo te zien werken die beugels. Oké, Eagletje zit dan voor met zijn ringworst. Het is ook de mooiste trein van hout achtbaan die ik al heb gezien. Met ja, die heb ik gemaakt. Met die gouden draken en het logo van Wodan voor hun, echt mooi. Ook waar, dit is de meest intense hout achtbaan die ik heb gedaan. Maar ja, werkt dus. Ook wat intenser dan Troy zelfs. Yo, Jeps is gekikt. Let's go, hier hebben we lang op gewacht. Ja, ik niet. Ik vind het al direct een dikke tegenvaller.
Oké, jongen, ga eens ook een tegenvaller in. Wat de hel? Wat is dat voor een baan, man? Die is fucking goed, hè. Ik snap niet waarom het zo breed is. Ja, als altijd. Nee. Right. Dat is ook. Maar je eens boven, jongen, wat de hel, hè? Het loopt helemaal achter, je hoort de track geluid. Die trein loopt helemaal achter hier. Dat is serieus die on-ride video van Europa Park zelf. Die is er helemaal gebruikt. Oké, los. Laat de wow dan los. Let's go. 100 per uur naar beneden. Amai, mensen. Jammer dat een passage zo rap gaat. Jammer dat gaat, hoop dat gaat rap zijn. Ho! Ja, mensen, die gaat gewoon op de snelheid, anders zou het ook op niks trekken zijn. Och jongen, dat is helemaal niet door de snelheid, jongen, die is gewoon goed, ja. Als dat niet rap ging, dan was het dikke zijberweer. Ja, deze gaat 100, maar... Joris in de draak gaat 75, die is ook goed. Het is nu... Ik had hem wel iets langer verwacht, eigenlijk, maar... Ja, Jens is een jood. Of voor jongen, ga eens uit. Stop maar erop in te gaan, man. Stop maar met te beginnen, ja. Let's go, ja, daar zijn we. Aan mijn camera, oké. Top 8, bam. Ja. Ik weet niet wat het helemaal ziet te zeggen, maar... Ook fucking hoge capaciteit. Zie je, hoeveel wissels dat weer passeren. Hier kan een trein staan. Ja. Wat zit allemaal te zeggen, ja. Ja, dat jij zegt dat jij professioneel bent, jongen. Dat is passeren. Ja, dat was wel. Ah, daar hebben we trouwens ook... Mijn naam is Daniel Goeland. Allee, dat was dan de opening. Heel spectaculair. Jongen, ga maar eens. Ga maar eens slecht. Commentaar altijd. Het kon beter, Jens. Ja, dat ga ik jou zeggen. Ho, ben jij zo. Voilà mensen, van het kanaal EagleTubers. Op de server van een ander kan het altijd beter. Maar als hij zelf iets doet, dan is het altijd direct professioneel perfect. Ja, dat zijn trouwens de kinderen van... Wow dan. Dat is ook nog iets, als de trein vertrekt en aankomt, zie je hun kop bewegen. Ook nog iets. Wat dat je als normaal bezoeker nooit merkt. Daarvoor moet je het echt weten, want anders zie je het zo over ook. Oké, dat was wow dan dus. Leuk achtbaan. Met foto's die niet werken. Ah man, met dat geluid de hele tijd van die trein. Maar we hebben het gezien van Pegasus en Batavia. Die ook open zouden zijn, maar ja, het lijkt me vrij sterk, maar toch gaan we even zien. Dus ja, dan zien we jullie zo beet. Oké, mensen, we zijn een park nog eens doorgelopen, maar door die openingen zijn alle attracties dicht. Dus ja, kunnen we ook de Eurostat niet doen, want die is een beetje gerenoveerd. Dus dat wordt voor de volgende aflevering. Alleen ja, de volgende aflevering kan lang duren wel. Zal de volgende attractie zijn, maar wat de volgende attractie wordt, dat is nog even de vraag. Ik denk misschien de Splash Battle, want ja, die afbakening is weg. Jens stinkt. Oh, sorry. Jonas is kaal. Oké, mensen, jammer genoeg. We gaan de video met afsluiten. Ja, alle attracties zijn gewoon dicht. Zo. Ja, ik schijt zo. Dus ik sluit Minecraft af. Godverdomme. Mensen, we zien jullie bij de volgende video. En we zeggen later. Ciao.